Het weekjournaal van deze week met onder andere Edmund Mijnheer, aanvoerder van het eerste elftal van DVS 33. Edmund, toen jij hier drie jaar geleden, klopt hè, ongeveer, dik 3 jaar geleden, kwam, dacht je, ik ga lekker afbouwen bij DVS. Klopt dat? Ja, eigenlijk wel. Dat heb je helemaal goed. Zo dacht ik dat, ja. Wat kan het dan allemaal verrassend verlopen, zoiets? Nou, ik zou je nou sterker vertellen. Ik heb altijd gezegd, als ik 30 ben, stop ik met voetbal. Maar ja, het is al bijna 6 jaar later. Ongelooflijk. En je ziet er beter uit dan ooit. Ja, dank je. Je ziet er echt gewoon zo afgetraind uit. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Nog geen seizoen zo. Nee, dat klopt. De vakantie heb ik goed doorgetraind. Nou ja, goed, topklasse. Dat is, speel je toch wel razend snelle mensen. Daar tegenover staat ook dat het allemaal sneller gaat. En ja, ik wou ook fit zijn, ja, voor de topklasse. Dus. Je wilde het gewoon een keer meemaken, die topklasse. Hè? Die zin van jou van, ook al speel ik maar 5 minuten in die topklasse, dan is het seizoen voor mij alweer geslaagd. Maar je bent niet uit die basis te slaan, Edmund. Nee, op dit moment gaat het wel, naar behoren. Ik ben wel redelijk tevreden. Al natuurlijk, ook als je bijna 36 bent, dan kun je natuurlijk wel heel veel leren nog, vind ik. En die aannames doe ik ook wel, die mij gereikt worden. Ja, laten we duidelijk zijn, de topklasse mooiste wat er is. En... Maar een winnaar als jij bent nooit tevreden. Zeker niet als je zo'n afgelopen wedstrijd tegen Sneek ziet, waarin je echt duidelijk kansen hebt om te winnen. En dan baal je toch wel als je het veld afgaat, denk ik. Nou ja, zeker. Ik denk dat we zeker 2 punten hebben verloren. Ja, voor ons achterhoede was de nul heilig. En daar heb ik toch wel heel nadrukkelijk op gehamerd eigenlijk, om de nul te houden. Ja, helaas is dat dan niet gelukt in de laatste minuten. Maar kansen zijn er genoeg geweest. Kansen zijn er genoeg gecreëerd ook. Ja, heel veel eigenlijk. Met de rust kon je denk ik wel met 3-4-0 voorstaan. Dan ga je in de rust en je zegt blijf rustig. Dat doelpunt komt er wel en het kwam er ook. Ja, en dan moet je toch nog 100% geconcentreerd blijven. Want misschien zijn we dat dan niet geweest, dat tegen de kool is gevallen. En dan aankomende zaterdag natuurlijk een van die wedstrijden waarvoor je naar die topklasse gaat natuurlijk. Dat zijn iconen van ploegen, Spakenburg, IJsselmeervogels. Maar er zijn er nog wel een paar op te noemen. Maar ja, zo'n wedstrijd, daar kijk je tegenop. Ja, er zijn toch wel Spakenburg, IJsselmeervogels zijn toch wel de dingen of de ploegen die we toch wel graag tegen wil komen. En op dit moment, dat is ook iets waar je naartoe werkt, ja, absoluut. En ik ben dan wel gemotiveerd om niet alleen tegen IJsselmeervogels, maar ook wel uit naar ONS. Nee, ben ik ook net zo gemotiveerd. Jij verwacht waarschijnlijk, net als ik, een getergde IJsselmeervogels, want daar zijn de afgelopen paar wedstrijden toch redelijk wat problemen naar voren gekomen. Ja, ze zou zeker willen winnen. Maar ja, idem dito wij ook. Ik denk dat we naar onszelf gaan kijken. Het zou uiteraard een goede ploeg zijn, IJsselmeervogels. Maar ik denk dat wij in ieder geval wel iets heel goeds tegenover kunnen zetten. Heb jij ook het idee dat DVS wel groeit naar het topklasse niveau? Naar het niveau wat nodig is om in de topklasse goed te functioneren? Ja, ik denk dat het 5-jarige plan wat DVS destijds heeft geschreven, met goed voetbal, wat we dan, dat zijn ja, ik onder andere, maar daarvoor 2 jaar voor is men bezig geweest om goed te gaan voetballen. En dat pak je zeker nu de vruchten, pluk je nu de vruchten vanaf, absoluut. Maar heb je het ook het idee dat jullie groeien in dit seizoen, in die topklasse? Ja, nee. Groeien in de zin van dat we toch wel redelijk mee kunnen. Dat laten we zien. En dat we toch nog iets te veel persoonlijke fouten maken. Ja, persoonlijke fouten. En die persoonlijke fouten hebben misschien ook wel te maken met winnaarsmentaliteit. En kijk, als jij eens een keer een bal verliest, dan is mijn commentaar ook gelijk van, nou, daar baalt hij ongelooflijk van. En daar biedt hij zijn excuses aan zijn teamgenoten aan in de kleedkamer. Want
Hey, als iedereen die winnaarsmentaliteit had die jij had binnen de ploeg, als de ploeg dat als geheel had, dan denk ik dat we een punt of 6 of 8 meer hadden gehad, Edmund. Ja, ja, misschien wel. Dat vind ik wel lastiger in de zin van... kijk, natuurlijk iedereen heeft zijn kwaliteiten. Kijk, en werken is nog nooit iemand dood van gegaan. Dus als je daarmee begint, dan benut je die andere kwaliteiten heus wel. Dus ja, ik kan het wel. Ik ben het wel met je eens. Heb je het daar als aanvoerder ook wel eens over met de jongens? Dat de punten vanzelf komen als ze werkelijk iedereen, maar dan ook iedereen die volle winnaarsmentaliteit heeft? Ja, natuurlijk, ze proberen die gasten wel op te peppen in de kleedkamer of hier met een warme hub. Maar het is ook hoe iemand zijn eigen goed voelt en naar een wedstrijd toe leeft. Dan groei je in zo'n wedstrijd om, kijk, de eerste klap is een daalder waard. En nou, ik denk dat gewoon iets heel belangrijks is om in de wedstrijd te gaan groeien. En dan komt het met de mentaliteit, winnaarsmentaliteit wel goed, ja. Knalde tegenaan bij de boys in de voorbereiding naar de wedstrijd toe, jongen. Heel veel succes, Edmund, zaterdag. Dankjewel. Ik heb er zin in. Oké, ik ook. Okay. Naast mij Roeland ten Berge. Roeland, ja, afgelopen zaterdag heb ik het vanaf de huiskamer via allerlei twittertjes en appjes van mijn broer moeten horen hoe het daar ging in Sneek. En ik dacht, oh, waarom staan ze niet voor met 3-0 in de rust? Ja, dat gevoel hadden wij ook, maar helaas was het niet zo. Helaas was het niet zo. Louis van Gaal vertelde vanavond ook nog, voetbal is scoring goals. Not a process, but and also not making chances, but scoring goals. Dat zijn verhaal, ja? Dat zei Louis. Oké. Okay. Nou ja, kijk, in ieder geval heeft hij wel gelijk dat het om doelpunten gaan maken gaat. En ja, een proces, dat moet je dan maar zien van hoe ga je doelpunten maken. Hè? Dus je gaat met elkaar wel iets afspreken op de manier van voetballen, wat past bij je spelers. En waar de kwaliteiten van de spelers het beste tot uiting komen. En ik denk, als je afgelopen zaterdag kijkt, dan hebben we natuurlijk veel kansen gehad. En we hadden meer goals moeten maken. Dat is een ding wat zeker is. En goed, dat is helaas niet gelukt. Maar goed, we moeten ons niet zorgen maken. Je moet je pas zorgen maken als je geen kansen creëert. Het was ook al zo dat toen Sneek nog met 11 man was, dat jullie toch echt de bovenliggende partij waren. Ja, vooral... Dat moet je wel veel plezier hebben gedaan, denk ik. Ja, natuurlijk. Maar dat gevoel is er ook wel, hoor. Dat gevoel is wel bij de groep en ook wel bij de staf. De overtuiging ook wel dat wij... Dat we echt wel tegen heel veel tegenstanders gewoon goed weerstand kunnen bieden. Maar ook wel best wel dominant kunnen voetballen al. En ja, dat zal gewoon nog beter worden. Daar gaan we vanuit. En in die beginfase vond ik dat we prima gespeeld hebben. Het mocht wel iets agressiever nog. Want daar bedoel ik mee van, ik vond dat hun wat twijfelachtig begonnen. En ik denk dat er viel meer te halen. Dus we hadden iets meer gas moeten geven, denk ik, om echt tot 100% kansen te komen. Direct in het begin al. Jij bent niet een trainer die langs de lijn heel veel schreeuwt en de mannen eigenlijk nog extra motiveert op die manier. Dat past bij jou? Ja, ik denk dat ik meer iets meer de analyticus ben. Dus ik ben meer aan het kijken, observeren. Daar waar nodig is bijsturen. Ja, motiveren. Ja, ik vind ook motivatie moet ook uit jezelf komen, vind ik. Ja. Spelen moet willen winnen, vind ik. Zo ervaar ik het zelf ook. Hè. Met wat ik ook doe, of ik nou een potje tennis speel of ik ga voetballen. Ja, dan hoeft mij niet iemand te motiveren. Als ik een spelletje speel, wil ik winnen. En dan denk ik wel dat je een plan moet hebben met elkaar. En als je ziet van, ja, we trainen de hele week en we hebben een uitgebreide wedstrijdbespreking. Of uitgebreid, kort maar krachtig, maar wel gewoon in details van wat we kunnen verwachten en wat de oplossingen zijn. Ja, dan wordt alles zover met elkaar al besproken en spelers kunnen daarin meedenken. En dan denk ik gewoon, dan gaat het gewoon om de uitvoeringen. Ik heb het er net met Edmund ook over gehad. Hè, wat als er één iemand is die de ultieme
wens heeft om te winnen, dan is dat Edmund wel. En ik heb hem ook gevraagd of hij dat ook even wil overbrengen aan zijn medespelers als aanvoerder zijnde. Maar dat is natuurlijk ook een beetje jouw taak. Ja, maar goed, de een die heeft dat wat meer als de ander. Hè. De ene straalt het ook wat meer uit als de ander. Ik straal het denk ik ook niet zo uit, al ben ik er wel heel erg mee bezig. Laat het duidelijk zijn. Ik moet ook echt niet verliezen met een potje tennis en dan ben ik ook niet te genieten. Maar ik beleef dat ook anders. Nou, een aantal spelers beleven dat ook anders. Edmund straalt het wel heel erg uit. Hè. Die is heel nadrukkelijk aanwezig. En dat is goed voor de groep, positief voor de groep. En zo zijn er een aantal meer. En een aantal zijn ook meer op zichzelf. Maar ja, die hebben wel de wil om te winnen. Want dat is ook iets wat heel duidelijk uit deze groep naar voren kwam. Waar ze allemaal voor gekozen hebben. Resultaat en de wil om te winnen. Dat leeft heel sterk bij de groep. En die zou je zeker nodig hebben tegen IJsselmeervoogd, de tegenstander van aanstaande zaterdag. Ja, maar ook daar weer in denk ik gewoon dat het een hartstikke mooie tegenstander is. En het is A, voor de spelers is het al een hele mooie wedstrijd. Voor de hele club is het natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen daar uitkijken. Mensen in de regio die hier komen kijken. Dat maakt het gewoon heel erg speciaal. Hè. En dat zijn ook weer dingen van, voor zo'n wedstrijd hoef je groep niet te motiveren. Maar je moet wel een plan hebben met elkaar van hoe ga je het met elkaar aanpakken. Ik wens je in ieder geval wel een hele goede voorbereiding. De rest van de week, vanavond natuurlijk even lekker trainen. Gaat er nog een gedeelte van de selectie met de onder de 23 meespelen? Ja, er zijn 5 jongens die doen met de onder 23 mee. En de overigen gaan lekker trainen. Lekker trainen en donderdagavond de ultieme voorbereiding op iets moois zaterdag. Dankjewel. Okay.